Vergeet begrotingstekorten en oplopende staatsschuld. De overheid, met een eigen munt weliswaar, moet kunnen besteden wat ze nodig vindt en moet geld kunnen bijdrukken als ze dat nodig vindt. Weg dus met begrotingsorthodoxie. Dat is in een scherp geformuleerde notendop de stelling van de moderne monetaire theorie die opgang maakt. MMT is trying to make the point that every deficit is good for someone, because on the other side of a government deficit lies a financial surplus that goes to some other part of the economy. Theoretisch klopt deze redenering. In een economie zijn er altijd financiële overschotten en financiële tekorten. Dat de ene de andere dekken is alleen maar in omstandigheden dat er veel vertrouwen is, dat er niet te veel onzekerheid is. Maar van het moment dat het vertrouwen wat weg is, dat er veel onzekerheid is, dan klopt deze theorie helemaal niet meer en ontstaan er allerhande problemen en stuikt dus met andere woorden heel deze theorie ook in elkaar. MMT doesn't say that deficits can never be too big. Deficit can be too big. Most of the time, deficits tend to be too small. Dit is een erg gratuite bewering, want eigenlijk zegt professor Kelton dat er altijd een overheidstekort moet zijn. Het kan te groot zijn, het kan te klein zijn, maar ze gaat ervan uit dat er altijd een deficit moet zijn. Er is geen enkele objectieve reden waarom dat altijd zo moet zijn, waarom een overheid altijd boven haar stand moet leven. So you have to draw a very hard line in the sand and distinguish the people who get to issue the currency from the rest of us that just have to use the currency. The issuer of the currency does not face a conventional budget constraint. The rest of us do. Hier wordt dus beweerd dat diegenen die het recht hebben om geld uit te geven geen restricties hebben, met geen beperkingen moeten rekening houden. Ja, dat is natuurlijk in tegenspraak met letterlijk eeuwen ervaring. Ongebreidelde geldcreatie leidt altijd vroeg of laat en eerder vroeg dan laat tot instabiliteit. Het zij inflatie, het zij zeebellen. Als we vandaag rondom ons heen kijken, aandelenkoersen die absurd hoog geworden zijn, vastgoedprijzen die de pan uitswingen, bitcoinwaanzin en dergelijke dingen. Dat krijg je als er ongebreidelde geldcreatie is. En dat slaat dus nergens op dat diegenen die geld uitgeven, kunnen uitgeven, met geen restricties moeten rekening houden. We are so sensitive to inflation risk that what we're attempting to do is to get lawmakers to replace this artificial budget constraint that they think is real with an inflation constraint. De voorbije jaren hebben we geleerd dat het willen opvoeren van inflatie niet altijd eenvoudig is. Wat we echter wel weten en waar wederom vele decennia ervaring tegenover staan, is dat als de inflatie begint op te lopen, dat monetair beleid het meest efficiënte beleidsmiddel is om deze inflatie te beteugelen. Dat kost jobs, dat kost groei, maar als je via budgetair beleid, via belastingverhogingen probeert inflatie te beteugelen, waar me professor Kelton voor pleit, dan heb je veel kans dat je je inflatie niet onder controle krijgt, terwijl je dat verlies aan jobs en verlies aan groei ook hebt. That's kind of the most wonky of all of the myths that I deal with in the book, because this is the one that says that deficits are bad, inherently dangerous, because when the government's budget is in deficit, the government has to cover a shortfall. And the way that it covers a shortfall is by borrowing. What you do find, though, is good evidence that government deficits can help crowd in private sector investment, that a government deficit that helps to create a strong economy produces the income that allows people to consume, that allows businesses to have customers and robust sales and revenue and profit. Overheidsuitgaven kunnen zeker stimulerend werken. In de voorbije periode van de pandemie was het zeker zinvol om de overheidsuitgaven op te drijven om een ineenstorting van de economie te voorkomen. Maar gaan beweren dat dat altijd het geval is, dat overheidsuitgaven altijd stimulerend werken, dat is natuurlijk ook absoluut niet waar. Overheden doen helaas, vaak bij gebrek aan marktdiscipline op die uitgaven, onzinnige uitgaven. Denk aan het tellend vlak van Ronquière, denk aan autostrades die nergens toe leiden. Dus de bewering, overheidsuitgaven stimuleren de groei, stimuleren de economie, kan soms kloppen, maar klopt vaak ook helemaal niet. Why does continuous talk about burning the next generations? Because it's very powerful rhetorically. It's a weapon. It weaponizes the deficit and the debt so that politicians can hide behind the cover
of our ignorance. Dit vind ik een van de meest vreemde uitspraken van professor Kelton. Ze zegt, je moet de inflatie, als die komt, bestrijden met belastingsverhogingen. Met budgetair beleid, belastingsverhogingen. Nu, wat zijn belastingverhogingen? Dat zijn lasten op huidige en toekomstige generaties. Dus van de ene kant beweren dat dat beleid geen consequenties heeft en eigenlijk alleen maar positieve consequenties voor toekomstige generaties, staat compleet haaks op een andere bewering van haar, namelijk dat je met belastingsverhogingen inflatie moet bestrijden. Ik zie hier een belangrijke historische parallel. We hebben er 50 jaar over gedaan om te ontdekken dat wat de volgelingen van John Maynard Keynes met de leer van de grootmeester aangevangen hebben, dat dat eigenlijk nergens opsloeg. Ik hoop dat we geen 50 jaar nodig hebben om te ontdekken dat de moderne monetaire theorie niks anders is dan hocus pocus.